aantal veteranen kan komen dankzij crowdfunding. Uitgaanskrant De Uitloper stopt na 22 jaar. En geen gezamenlijk intro van TU en Fontys. De actie om op 18 september veteranen uit de Tweede Wereldoorlog naar Eindhoven te laten komen is verlengd. Door de actie is het nu mogelijk om 4 bevrijders van onze stad uit te nodigen voor het jaarlijkse fakkeldefilé. Maar de wens is om meer veteranen uit Amerika en Engeland naar Eindhoven te laten komen. En om dat mogelijk te maken, loopt de actie langer door. Omdat het de laatste mogelijkheid is dat ze naar Eindhoven kunnen komen. Ze zijn 90, 92 jaar. Ik verwacht over 5 jaar dat ze niet meer in leven zullen zijn. En het is een unieke kans om ze nu nog 1 keer naar Eindhoven toe te halen en hun verhalen aan te horen. En op die manier ons respect als bevolking naar onze bevrijders toe te uiten. Het is niet alleen de wens van de stichting om de veteranen nog 1 keer naar Eindhoven te halen. De hoogbejaarde vrijheidsstrijders willen zelf ook graag nog 1 keer naar hier komen om herinneringen op te halen. Geweldig enthousiast. Ik heb met Engeland gebeld, ik heb met Amerika gebeld, kinderen gesproken. Die hebben ook onze site bekeken. En tijdens het telefoongesprek kwamen de tranen over de wangen van de betreffende personen. Heel erg emotioneel, heel erg bijzonder. Via de site van de stichting 18 september, die het fakkeldefilé organiseert, is het mogelijk een kleine donatie te doen. Het fakkeldefilé is dit jaar grootser van opzet, omdat het 70 jaar geleden is dat Eindhoven werd bevrijd.